Diskettenstations zijn de laatste jaren langzaam van het computertoneel verdwenen. Maar vroeger waren ze het medium bij uitstek om programma's op je pc te installeren of gegevens over te brengen van de ene computer naar de andere. De eerste diskettes voor de personal computer hadden een diameter van 5,25 inch of zo'n 13 centimeter. De opvolger was de 3,5 inch diskette met een opslagcapaciteit van 720 kilobyte, double density, of 1,44 megabyte, high density.